Deze les gaat over het gerundium. We beginnen met een testje. Lees deze zinnen en dan ga ik daar straks iets over vragen. Amo vinum, ik hou van wijn. Vinum dulce est, wijn is zoet, wijn is lekker. Amo dormire, ik hou van slapen. Dormire dulce est, slapen is lekker. Amo noctem, ik hou van de nacht. Nox dulce est, de nacht is fijn. Welk van deze zinnetjes hoort nou niet in het rijtje thuis? Dat is deze. Want, wat zien we? Wijn en nacht zijn zelfstandige naamwoorden. En dormieren, slapen, is een werkwoord. Toch zie je dat je dezelfde constructie kan gebruiken. Je kan zeggen, ik hou van wijn. Dan heb je een zelfstandig naamwoord waar je van houdt. Ik hou van slapen. Dan heb je een werkwoord waar je van houdt. Nou, we gebruiken hier dus in deze middelste zinnen, gebruiken we het werkwoord dus eventjes als zelfstandig naamwoord. En als dat het onderwerp is, of het leidend voorwerp, dan gebruik je de gewone infinitieves. Kijk, wat hebben we hier gedaan? Want ik hou van slapen, dan is waar ik van hou is slapen. Dus dit is eigenlijk het leidend voorwerp van amare. En hier, slapen is lekker, dan is slapen eigenlijk het onderwerp van est. En deze ben je vast al wel eens tegengekomen in zinnetjes. En dan kan je gewoon de infinitieves gebruiken. En als je het dan gewoon letterlijk vertaalt, gaat het automatisch goed. Maar een zelfstandig naamwoord kan natuurlijk in andere naamvallen voorkomen. En als je een werkwoord gebruikt als zelfstandig naamwoord, kan dat dus ook. Alleen dan gebruik je het gerundium, waar deze les over gaat. Dus dan heb je niet genoeg aan de gewone infinitieves. En dit is zo'n gerundium. Ars scribendi betekent de kunst van het schrijven. En je ziet dus, ars is kunst en scribendi betekent van het schrijven. Dit is dus een werkwoord gebruikt als zelfstandig naamwoord in de genitivus. Hier kunnen we dus niet volstaan met ars scribere, de kunst schrijven. Dat gaat niet lukken. We hebben dus nu het gerundium nodig om er een genitivus van te maken. En hoe kom je nou aan zo'n gerundium? Dat is volgens dit schemaatje. Je neemt de stam van het werkwoord, dus in dit geval scrip, want het is een medeklinkerstam. Dan zet je er nd achter. Bij de medeklinkerstammen komt er nog een e'tje tussen. Dus dan krijg je scribent. En dan komen de uitgangen erachter. En dit is de uitgang i. Die geeft de genitivus aan. Dus dan zo krijg je dus de kunst van het schrijven. Nou, dit zijn alle uitgangen. De uitgangen die je gebruikt zijn gewoon de uitgangen van groep 2 van het onzijdig. Want als je van een werkwoord een zelfstandig naamwoord maakt, dan wordt het een onzijdig woord. En dan gebruik je dus gewoon het rijtje van Bellum. Voor de nominatieves heb je geen vorm, want zoals gezegd, als het hele werkwoord, als je dat een zelfstandig naamwoord maakt en het is het onderwerp, dan gebruik je gewoon de infinitieves. Ja, dormire, dulce est, weet je nog. En als het een leidend voorwerp is, gebruik je ook de gewone infinitieves. Maar na een voorzetsel kan je wel een accusatieves krijgen, dus er is wel een accusatieves vorm van. Dus i, o, en o, dat zijn de enige uitgangen die je nodig hebt voor het gerundium. Want in het meervoud bestaat het natuurlijk niet. Je kan niet zeggen de kunsten van het schrijvens of zoiets. Dat bestaat niet. Dus het zijn alleen maar deze vier uitgangetjes. I, o, Eigenlijk zijn het er maar drie, als je het zo bekijkt. Dus alleen onzijdig enkelvoud groep 2. En dan moet je nog twee onregelmatige leren. Van Ire is het gerundium eundi. Eundo en eundum. En van verre is het verendi, verendo, verendum. Dus dat zijn de enige twee onregelmatige die je uit je hoofd moet leren. Verder volg je gewoon deze formule om een gerundium te maken. We gaan het nu even in een zin gebruiken. Ars scribendi difficilis est. De kunst van het schrijven is moeilijk. Nou, scribendi is ons gerundium. Het is een werkwoord gebruikt als een zelfstandig naamwoord. En omdat het een zelfstandig naamwoord nu is, kan je hem in een naamval zetten. In dit geval de genitivus, de kunst van het schrijven. Nu gaan we de zin iets langer maken. Ars epistulas amici scribendi difficilis est. Het is in de kern nog steeds dezelfde zin, alleen er komen nu wat aanvullingen bij. En hoe kan dat? Omdat het gerundium is natuurlijk een werkwoord gebruikt als zelfstandig naamwoord, maar het blijft een werkwoord. En een werkwoord kan aanvullingen hebben. Een werkwoord kan een meewerkend voorwerp hebben, een werkwoord kan een leidend voorwerp hebben. En zelfs als je er een zelfstandig naamwoord van maakt, dan blijft het mogelijk om er aanvullingen aan te plakken. En dat gaan we dus in dit geval zien. Want kijk maar, de kunst van het schrijven is moeilijk. De kunst van het schrijven van wat? Van epistula's, van brieven. Dat is het leidend voorwerp bij scribendi. En brieven schrijven aan wie? Aan vrienden. Dan is amicis, is de dativus, want het is het meewerkend voorwerp, bij scribendi. Ja, dus als je dit nou heel letterlijk zou vertalen, dan krijg je, dan is dit dus, dat hele ding van die drie woorden, is de gerundiumconstructie. En dan krijg je de kunst van het brieven aan vrienden schrijven.
is moeilijk. Dan probeer je er één zelfstandig begrip van te maken. Dat klinkt natuurlijk niet lekker. De kunst van het brieven aan vrienden schrijven is moeilijk. Je kan het ook zo doen. De kunst van het schrijven van brieven aan vrienden is moeilijk. Dat kan dus, hè. Maar het kan nog iets mooier, iets makkelijker. En daar heb je de volgende truc voor nodig. Hier heb je die zin nog een keer van net. En de truc is dat je een gerundium in de genitivus heel vaak mooi kan vertalen met om te. Moet je maar eens proberen. Gaan we dus hier ook doen. Ars scribendi difficilis est. Daar begonnen we mee. Hè? De kunst van het schrijven is moeilijk. En als het zo'n kort zinnetje is, dan kan je het prima gewoon met van het schrijven doen. Maar het werd lastiger als we er allerlei bepalingen bij gingen doen. De kunst van het brieven aan vrienden schrijven is moeilijk, dat klinkt niet lekker. Maar het is dus een gerundium in de genitivus, probeer het dus met om te. De kunst om brieven te schrijven aan vrienden is moeilijk. Kijk, en dat klinkt veel lekkerder. En diezelfde constructie kan je gebruiken als je een causa of gratia met een genitivus hebt. Dan kan je het eigenlijk ook vertalen met om te. Dus juvandi causa venimus betekent dan wij komen en dan juvandi causa om te helpen. Dat is eigenlijk het hele verhaal van het gerundium. Dus je kan nu zelf in de praktijk gaan testen of je het allemaal begrepen hebt. Laborando bene dormies. Vertaal eerst gewoon de kern van de zin en dan kom je vanzelf het gerundium wel tegen. Dus bene dormies is je zal goed slapen. En laborando, aan die ND herken je dus het gerundium. De uitgang O kan dativus of ablativus zijn. Nou, het lijkt me hier een ablativus. Dus je zal goed slapen door hard te werken. Ars amandi feminas facilis est. Nou, de kunst van brieven aan vrienden schrijven is misschien moeilijk, maar hier is er een kunst makkelijk. Ars facilis est. De kunst is makkelijk. Welke kunst? We hebben hier een gerundium in de genitivus. Dus je kan het met van doen. Dus de kunst van het houden van vrouwen is makkelijk. Maar onthoud, genitivus kan je heel vaak mooi met om te doen. Dus de kunst om vrouwen te beminnen is makkelijk. Dat is eigenlijk nog veel mooier. Vinum bibendo verum loqueris. Persoonsvorm loqueris. En dat betekent jij zal spreken. Het is een deponens. Hè? Passieve vorm, actief vertalen. Wat zal jij spreken? Vinum? Nee, je zal geen wijn spreken. Dat lijkt me niet logisch. Dus dan wordt het verum, de waarheid. Dus jij zal de waarheid spreken. Nou, daar hebben we nog wijn over, accusativus. Eerst maar eens naar bibendo. Van biberen, drinken. En dan een o, dativus of ablativus. Door het drinken van wijn, door wijn te drinken. Je mag dat met van doen, hè? Ook al staat het niet in de genitivus. Het is gewoon het leidend woord bij drinken. Door wijn te drinken, door het drinken van wijn, zal je de waarheid spreken. Si habes aures audiendi, audi. Twee persoonsvormen, tenminste een imperativus, luister of hoor. En habes is jij hebt. Dus als jij hebt, als jij wat hebt, als jij oren hebt, dan moet je luisteren. En wat is dan audiendi? Dat is onze gerundium in de genitivus. En weet je het nog? Als jij oren hebt van het luisteren, luister. Nee, dat klinkt niet. Wat kon je ook weer met die gerundium in de genitivus doen? Met om te vertalen. En dan wordt het opeens wel een prima zin. Als jij oren hebt om te horen, moet je horen. Ille puer discendi cupidus est. Cupidus est betekent is begeerig, is vol verlangen. Wie is vol verlangen? Ille puer, die jongen. En discendi is het gerundium in de genitivus. Die jongen is vol verlangen van het leren. Mooier is natuurlijk weer in de genitivus het met om te vertalen. Die jongen is vol verlangen om te leren. Of naar het leren, mag ook. Fama crescit eundo. Crescit betekent groeit. Wat groeit? Fama, de roddel. En dan hebben we eundo, houden we over. En dat is een onregelmatig gerundium, die moet je apart leren, van ire. En ire is gaan, ik zou het hier even vertalen met voortgaan, dat klinkt iets beter. En dan krijg je, het gerucht groeit door voort te gaan. Ludendi causa foras iit. Iit komt van ire, perfectum, hij ging. Hij ging foras, hij ging naar buiten. En dit moest je ook apart leren, leer dat als een idioom. Causa met een genitivus, dat is om te. Dus hij ging naar buiten om te spelen. Wegens het spelen, vanwege het spelen ging hij naar buiten. Gewoon, hij ging naar buiten om te spelen.
Dat is alles wat ik over het gerundium wilde zeggen. De volgende les gaan we er één letter aan toevoegen. Dan gaan we het hebben over het gerundivum. Daar kan je je alvast op verheugen.